Goedemorgen, ik heb jullie. Kan ik je een vraag stellen? Ik vertrouw mijn sensor zo goed niet meer, want als ik mij erachter prik, met mijn vinger prik, dan verschillen die waarden altijd. Ja, dat kan, Arno. Dat even verklaren. Ik weet niet of je al gehoord had van het principe lagtime. Nee, dat ken ik niet. Zou je dat kunnen uitleggen? Ja, dat is eigenlijk omdat je sensor niet rechtstreeks in het bloed zich bevindt, maar eigenlijk in het vocht tussen de cellen. Wat wil dat zeggen? Als wij ons suiker opnemen via onze voeding, komt dat eerst recht in het bloed. En na een kwartiertje bereikt hij dan het weefselvocht. Waardoor eigenlijk uw waarde van uw sensor 10 à 15 minuutjes achterkomt op de meting van de vingerprik. Is mijn sensor dan nog wel betrouwbaar? Of? Ja, die is zeker betrouwbaar. Je kan dat testen door eerst een vingerprik uit te oefenen. En na een kwartier de waarde te herevalueren op de sensor. En normaal zouden deze twee waarden dan moeten overeenstemmen. Dat geldt eigenlijk enkel wanneer je de waarden zich bevinden binnen de normale referentiewaarde. Bij grote schommelingen gaat dat een groot verschil zijn. Moet ik die waarde dan eigenlijk juist interpreteren? Arno, ik ga je dat uitleggen aan de hand van deze illustratie. Okay. De auto is een meting dat je via de vingerprik uitoefent en de caravan is de sensorwaarde. Je gaat zien, als de auto de helling oprijdt, dat is ook zo bij een stijgende glycemie, zal de glycemiewaarde van de auto hoger zijn dan de caravan, omdat deze achterkomt. Het stijgen en het dalen van die suikerwaarden, dat zal op je sensor weergegeven worden als trendpijlen. Bij verticaal stijgende of dalende trendpijlen op je sensor, die geven het alweer dat er een grote schommeling is en dan adviseren we een vingerprik. Waar merkt u de grootste verschillen, Arno? Ja. Vooral als ik een hypo heb en ik suiker mijn eigen op, dan voel ik dat ik aan het stijgen ben of dat ik al goed sta, maar als ik mij dan meet, sta ik eigenlijk nog laag. Ja, en hoe meet u, Arno? Met de sensor gewoon. Ja, dan zou ik u adviseren om bij hypoglycemie in uw vinger te prikken. Omwille van het principe van die lagtime. Oké, dus eigenlijk zou ik bij sterk dalen of stijgen, of bij hypo, moet ik me ook altijd nog een keer prikken in mijn vinger. Ja, dat klopt. Oké, dat is goed. Dat ga ik aan het vervolg doen. Dank u wel.